Nou, I am back on the YouTube, on the channel. Het heeft even geduurd, excuus. De reden is niet specifiek te benoemen, maar jullie weten allemaal wat voor jaar 2020 was. En dat was op zijn zachtst gezegd een veelbewogen jaar. Een jaar voor mij met heel weinig inspiratie, maar er zijn allemaal leuke dingen gebeurd de afgelopen twee, drie maanden. En daar klets ik jullie heel graag over bij. Dus ik dacht, hoe kan ik dat beter doen dan de vlogcamera weer lekker op te pakken? Dus zo gezegd, zo gedaan. En om te beginnen met het allerleukste ding. Daar gaan we dan. Komt ie aan. Are you ready? In 3, in 2, in 1. En daar is dan een ring. Een hele mooie, prachtige. Hij is nog een beetje te groot. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Deze ring heeft Dennis voor mij uitgezocht. Een verlovingsring. Wie had dat nou gedacht? Nou, ik in ieder geval niet. En dat gebeurde afgelopen tweede kerstdag, 26 december, op mijn 30ste verjaardag. Jawel, 30. Oeh, getting old. Maar het is echt zo. Want toen zat ik even mijn haar uitknopen. Top. Dus toen ik 30 werd, heeft Dennis mij ten huwelijk gevraagd. En dat was een fantastische dag. Ongelooflijk, ik kan het niet beschrijven. Maar wat jullie natuurlijk net zagen in de intro, dat is niet hoe het ging. Ik had namelijk een jurk aan, een hele mooie jurk. Ik had eindelijk gewoon make-up op mijn haar gedaan. En daar was ik heel blij om. Want little did I know dat Dennis een aanzoek wilde doen. Dus hierbij een foto van het moment, althans de avond van de proposal. En deze jurk had ik aan. Ik ben er super blij mee. Het was een hele feestelijke jurk. Ik keer niet in mijn sportpak. Dus Dennis, well done to you. Dus ik ben officieel verloofd. En jawel, het is nu 2021 en dit jaar gaan Dennis en ik trouwen. En ik dacht, wat is misschien leuker? Althans, als je het leuk vindt natuurlijk. Ik had mezelf nooit zien trouwen met een bepaalde reden. Het komt omdat ik heel anders ben opgegroeid qua beeld van liefde en hoe een huwelijk kan zijn. Mijn voorkeur er niet naar uitging, want ik vond het wel altijd een hele mooie gedachte. En ik hoopte dat het ook voor mij zou kunnen. En als het met iemand is, dan is het met Dennis. Want Dennis is echt the love of my life. Dat meen ik echt bloedserieus. Dus daarom kijk ik hier ook zo naar uit. En kan ik niet wachten om jullie mee te nemen in de voorbereidingen. En de voorbereidingen, denk vooral aan getting fit for the dress. Die dress. Nou, natuurlijk sport ik altijd al, want ik ben personal trainer. Maar misschien ga ik nog wel wat leuke aanpassingen maken in aanloop naar fit the wedding dress en hoe ik er die dag uitzien. Waarschijnlijk gaat het trouwdatum zijn in december 2021, maar daar hou ik jullie van op de hoogte. En ik neem jullie mee naar de locaties als het mag. Dress fitting, daar moet ik wel eerst even allemaal akkoord voor vragen, want ik vind het wel netjes gezien het allemaal best wel, nou ja, privé, privacy aangelegenheden zijn. Wat ik natuurlijk alleen doe is mezelf filmen, that's it. Maar ik ga mijn best doen om jullie zoveel mogelijk te betrekken in alles wat ik ga doen. Dus wedding, Indie en Dennis 2021. Het wordt een winter wedding. Ik hoop dat jullie het leuk lijkt. En natuurlijk laat ik ook zien wat voor workouts ik doe. Wat voor voeding ik eet. Zodat je een heel beeld krijgt met hoe gaan de voorbereidingen het komende jaar. Want het duurt nog een jaar. En dat je niet denkt, oh my god. Gezien het echt wel tijd nodig heeft om veranderingen te maken. Niet alleen qua voeding, maar ook qua sporten. Qua jurk, qua voorbereiding, qua locaties, qua DJ, alles. Dus wie weet zien jullie Dennis ook wat voorbij komen. En om alvast te beginnen met een paar makkelijke voorbereidingen. Kijk wat ik heb. Zoals het een echte bruid, a.k.a. fiancé, betaald, heb ik 2 boeken. En deze heb ik zelf aangeschaft. En waarom? Omdat ik niet wist waar ik moest beginnen. Ik ben niet zo thuis in trouwen. En ik heb ook niet echt heel veel trouwerij tot nu toe gehad. Maar dit boek is top. Hier staat eigenlijk alles in waar je moet denken aan voorbereidingen. Kleine impressie. Bijvoorbeeld de gastenlijst. Daar staan al best wel wat namen op. Maar niet alleen de gastenlijst. Denk ook aan het budget. De jurk. Waar ga ik passen? Bijvoorbeeld de jurk. Hier bijvoorbeeld. Maar dat je ook daadwerkelijk een hele... dat je weet welke vragen je moet stellen als je naar de locatie gaat.
qua pakken, qua uitnodigingen, gasten, eten, drinken. Er is zoveel mogelijk en dat wist ik niet. Fotograaf, videograaf. Het gaat me door en het gaat me door en het gaat me door. Wel heel erg leuk. Dus ik ben hier zeer blij mee. Dus dat is boek 1. En boek 2 is eigenlijk ook van mijn beste vriendinnetje gekregen. Sherelle. En dat heet zo. En dit is eigenlijk een boek ook ter inspiratie van locaties. En ik ben verloofd. Wat nu? Een hele nieuwe situatie waar ik me in ga verdiepen. En I cannot wait. En natuurlijk naast het feit dat ik gewoon hier in verdiep, een trouwrijplan, werk ik ook gewoon als viral personal trainer. Ik heb ook nog een paar leuke klusjes gedaan. Internationale klusjes. Ik hoop dat ik je er snel iets over mag vertellen. Het is maandag 4 januari vandaag. Officieel had vandaag de internationale campagne live moeten gaan, maar die is helaas nog niet live. Maar zodra die live gaat, ga ik jullie alle ins en outs vertellen. Dus ik hoop dat jullie klaar zijn om mij te volgen in de weg. Dus ik hoop dat jullie klaar zijn om mij te volgen op weg naar de bruiloft, de Winter Wonder Wedding 2021 van mij. En als je tips hebt, laat het me vooral weten. En ik vind het leuk om weer terug te zijn op de channel. En als je het leuk vindt, like de video, geef me even die thumbs up. En je kan me volgen op Instagram, dat kan hier. En vandaag is dus maandag 4 januari, morgen 5 januari. En dan gaan wij de eerste locatie kijken in Amsterdam. En ik neem jullie mee. Het schijnt wel nog een lege locatie te zijn. Maar ik ga jullie natuurlijk een beetje doorheen kletsen qua vibe en sfeer en wat het kan worden. Nou, hey in there. See you tomorrow. Nou, het was na een lange dag. Het is nog steeds maandag 4 januari. Is het tijd om te eten? Het is nu 9 uur om precies te zijn. Dennis, ik eet altijd best wel laat. Maar dat is op zich niet erg. Maar tijd om te eten. Vanavond heb ik veel groentes. Dat eet ik eigenlijk altijd in de avond. Met tofu. My love, I will show you. Dus we hebben tofu, mild en oosters met tuinbonen, pompoen uit de oven. En dan doe ik daar vaak nog olijfolie bovenop, zeezout. En dat was het denk ik, ja. Ziet er misschien niet super smakelijk uit, maar dat is het wel. Oké, we zijn de dinsdag en zoals jullie weten, ik ben dus personal trainer en de gyms in Nederland zijn dicht. Dus ik ben even bij Great, maar om te eten en op te warmen. Jullie zagen net mijn outfit. Ik zie er serieus uit, alsof ik dus op skivakantie ga. No joke, iedereen lacht me echt uit. Want naast dit heb ik nog zoveel meer aan. Dus een vest, een trui. Nog een trui. Daaronder nog een trui, die zit wat hoger. Een soort vliesvest en thermolegging. Schoenen, echt legit snowboard schoenen. Wat anders van die snowboots. Ik ben nog nooit op skivakantie geweest. Maar ik kan je vertellen, ik heb al een keer, dus als ik op skivakantie wil, dan kan ik gaan. De reden dat ik nu even snel bij Crepe ben, is omdat ik een korte break heb. Want Dennis en ik gaan over 10 minuutjes op de scooter naar Westerliefde. Dat is de locatie die wij op het oog hebben voor onze bruiloft. Maar, kleine kink in de kabel, want deze locatie staat al in optie voor een stel op de datum dat wij willen trouwen. En de datum wil ik eigenlijk niet aanpassen, dus we gaan even kijken en ik hoop dat ik het niet al te leuk vind. Het schijnt dat het best een lege ruimte is, maar Margaret gaat ons zo laten zien hoe en wat door middel van een iPad en ik dacht ik neem jullie mee. Korte break heb ik, ben vanochtend om 7 uur begonnen met werken, het is nu bijna 1 uur, dus even tijd om op te warmen. En wat leuks te gaan doen. Ik heb trouwens mijn ring niet om, zoals jullie zien. Hij moet nog een beetje vermaakt worden, omdat hij ietsje te groot was. Dus dat gaan we nog even doen. En dan kan ik hem gewoon om. Dus, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik ben er klaar voor, 26 lagen aan. Ik neem Dennis mee op de scooter. En dan zie ik jullie zo bij Westerliefde. Hoe je meen dit? Oh, we zien er allemaal echt heel veel vijf uit. We zijn bij Westerglas Terrein. Hi girls. Hi girls. Westerliefde, we gaan even kijken. Kijk onze neuzen. Woe. Koud. Echt koud. Oeh, let's go. Dit is dus onder andere onze basis. En zo
zoals je ziet, is eigenlijk de Westerliefde elke keer weer anders door de styling. Dat is heel vet. Ja, dat is ook wel een hele mooie. We hebben inmiddels een nieuwe lichtgordijn en die is echt helemaal met sparkly light. Nou jongens, kijk dan. Hoe mooi is dit? Dit wil je toch gewoon? Dit wil je gewoon. Westerliefde. Oh, ik hoop de trouwlocatie dat het hem wordt. Fingers crossed. We staan in optie. Here we go. Jullie hebben de hele vlog gezien, de eerste van 2021, en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het is vooral het aanzoek waar het over ging, maar blijf vooral kijken de komende tijd. Het gaat natuurlijk over zowel de voorbereiding op het huwelijk als hoe werk ik tijdens corona, maar ook wat eet ik, hoe sport ik. Ik ben momenteel thuis, de meest prachtige vlieskleding ever aan. Maar het blijft warm, want ik sta natuurlijk vooral buiten training te geven. Ik neem nog even een snackie. Dit zo lekker. Dit eet ik zo graag als snack. Dus dat ga ik lekker eten. En dan gaat het weekend beginnen. Althans, morgen werk ik ook nog hoor. Maar vanavond even helemaal niks. Dankjewel voor het kijken. En dan zien en spreken we elkaar. Mocht je het leuk vinden, let me know. En anders, see you soon!